Mijn naam is Mireille Becker, ik ben gynaecoloog op de afdeling verloskunde van het WKZ Geboortecentrum. Wat voor mij het werken in het UMC zo bijzonder en inspirerend maakt, is dat er veel aandacht is voor initiatieven waarbij we de regie voor de zorg bij de patiënt laten. Op de afdeling verloskunde zien wij zwangeren die complicaties hebben in de zwangerschap, zoals een te hoge bloeddruk, een preeclampsie of een groeivertraagd kind. En die zwangeren hebben een indicatie om opgenomen te worden op de afdeling om dagelijks gemonitord te worden. Bij het WKZ Geboortecentrum bestaat de mogelijkheid om in een studie vrouwen in plaats van in het ziekenhuis opgenomen te zijn, in de thuissituatie gemonitord te worden. Op het moment dat wij vinden dat er een zwangere in aanmerking komt voor thuismonitoring, beoordelen we dat met een multidisciplinair team. Met onder andere de klinisch verloskundige, de gynaecoloog en zo nodig ook de kinderarts. Wat bijzonder is aan deze vorm van thuismonitoring is dat de zwangere zelf de metingen verricht. De zwangere maakt zelf een hartfilmpje bij haar ongeboren kind en monitort zelf haar bloeddruk. Op afstand bekijken wij dagelijks de resultaten van de onderzoeken die zij doet. Mijn naam is Hans van der Heuvel en ik ben artsonderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dagelijks hou ik me bezig met de uitvoering van dit onderzoek, waarbij ik me bezig hou met het zoeken van de geschikte kandidaten voor de studie. En dan kan ik in het team bespreken wie er naar deze mevrouw toe gaat om alles uit te leggen hoe je thuis monitort. En ga ik me bezighouden om alle resultaten op te slaan in een database, zodat we achteraf kunnen analyseren wat de betere methode is. Waarbij we dus ook vooral kijken naar de patiëntenervaring en of zij het prettig vinden om thuis te blijven. Want dit is van groot belang om landelijk dit project uit te kunnen rollen. Ik ben Laura Vos, klinisch verloskundige in het WKZ. Als het nodig is, kom ik bij mensen thuis om de apparaten uit te leggen van de thuisopname. Dit is een bloeddrukmeter en een CTG-apparaat. Het is de bedoeling dat de zwangere zelf de controles doet met de apparaten die ze meekrijgt uit het ziekenhuis. En de resultaten die worden dan doorgestuurd naar het ziekenhuis. Tot nu toe merk ik dat de patiënten heel tevreden zijn. Ze vinden het fijn om met de apparaat te werken. Het is niet moeilijk en ze kunnen lekker in hun eigen omgeving blijven. Ik ben Floor Jansen. Op dit moment ben ik zwanger van mijn tweede kindje. Het is voor mij heel prettig dat het WKZ de mogelijkheid biedt van een thuisopname. Op die manier kan ik toch bij mijn gezin zijn in mijn eigen omgeving en dat vind ik heel fijn. Ik vind de begeleiding vanuit het WKZ heel goed. Bij klachten of als ik me zorgen maak over de baby kan ik altijd bij ze terecht en dat geeft mij een heel veilig gevoel.